van mijn speelgoed. Ik hou van in mijn vrije tijd met mijn speelgoed te spelen. Maar sommige kinderen in andere landen hebben geen genoeg geluk om met hun speelgoed te spelen. Ik wens dat alle kinderen in de hele wereld met hun speelgoed bevrijd kunnen spelen. Doei! Ik heb gezond en een warme maaltijd van mijn moeder. Maar er zijn delen in de wereld die dat. En daar zijn kinderen die dat niet hebben. Ik wens dat alle kinderen in deze wereld een warme moedermaaltijd kunnen krijgen. Als je ziek bent, je kan doorgaan. Maar in andere delen van de wereld krijgen sommige kinderen deze niet. Ik wens dat alle kinderen deze kans kunnen krijgen. Ik hou van mijn school. Ik leer heel veel dingen in mijn school. Ik hou van mijn juffen en meesters en vrienden. Maar in sommige delen van de wereld hebben kinderen geen kans op onderwijs. Ik wens dat ze een hele leuke school hebben. Ik heb een mooi speeltuin in de buurt. Daar breng ik veel plezier en tijd door met mijn vrienden. Maar in sommige delen van de wereld krijgen kinderen deze gelegenheid niet. Ik wens dat alle kinderen in speeltuinen kunnen spelen met hun vrienden. Ik woon met mijn familie. Ik ben erg blij met mijn moeder, vader, broer en zus. In andere delen van de wereld leven sommige kinderen zonder hun familie. Ik wens dat alle kinderen leven met hun familie. Ik hou van de natuur, vogels, bloemen, mijn bomen. En ik kan wandelen, rennen en genieten van de natuur. In andere sommige delen van de wereld hebben kinderen niet de gelegenheid om van de natuur te genieten. Ik wens dat alle kinderen kunnen genieten, wandelen en rennen in de natuur. Hallo iedereen, vandaag is 20 november. Is het de dag van de rechten van hun kinderen. Overal op de wereld verdienen kinderen de allerbeste omstandigheden. Helaas zijn tegenwoordig de meeste kinderen zelfs de basismensenrechten ontnomen. Landen zoals Jemen, Syrië, waar kinderen de dupe zijn van oorlog. Joegoerse kinderen die verplicht in culturele assimilatie moeten aangaan. Kinderen in Afrika die gezondheidsproblemen hebben en voedselproblemen hebben. Kinderen en baby's in Turkije die samen met hun ouders de gevangenis in moeten. Kinderen in verschillende landen die worden misbruikt. En nog vele kinderen elders op de wereld waarvan de fundamentele mensenrechten zijn ontnomen. Volwassenen hebben zelfs hun eigen moeilijke levensomstandigheden op de schouders van kinderen neergelegd die zij zelfs nauwelijks kunnen verdragen. Wij wensen ieder individu een wereld met gelijke kansen toe en een wereld waarin iedereen toekomt aan zijn fundamentele mensenrechten. Een fijne dag van de rechten van het kind gewenst. Lieve kinderen, wij zullen per heden werken om de kinderrechten die van jullie zijn ontnomen terug te geven. Broken Child.